spijbelen om actie te voeren voor het klimaat. Dat is wat donderdag veel scholieren doen en ook vanuit Tilburg vertrok een groep leerlingen richting het Malieveld in Den Haag. 'S Ochtends verzamelde de groep zich op het station nadat ze eerst op school hun zelfgemaakte spandoeken hadden opgehaald. Kijk, we weten dat het moeilijk is om de politiek te overtuigen, maar wij denken toch echt dat het belangrijk is om te laten zien dat goed zijn voor het klimaat ook goed is voor de politiek. Want de politiek die gaat om stemmen krijgen. En als de politiek niet gauw gaat actie voeren voor het klimaat, ja, dan zullen ze een hele generatie stemmers verliezen. En wij willen laten zien dat wij daar deel van zijn van die generatie. En dat de politiek toch echt wel een keer actie moet gaan ondernemen. De scholieren hebben in ieder geval een drukke dag voor de boeg. Nou, we staan nu hier op het station. We hebben al een aantal spandoeken opgehaald van school. Dat kan je waarschijnlijk wel zien op de achtergrond. Dan gaan we zo meteen de trein nemen naar Den Haag. Dan moeten we om 10:30 op het Malieveld staan. Nou, en dan gaan we protesteren zolang we er nut in zien. En dan gaan we weer terug naar Tilburg. En dan hopen we dat we de politiek een beetje hebben verbeterd. Hoe goed de intenties van de leerling ook zijn, het blijft natuurlijk spijbelen. En waar veel scholen vandaag een oogje toeknijpen, kun je ook afvragen of iedereen zich wel netjes op het Malieveld meldt. Ja, die leerlingen zijn natuurlijk wel die gewoon voor het spijbelen naar Den Haag gaan. Maar ik denk niet dat dat zoveel zijn, want ik bedoel, zoveel mensen zullen ook niet zin in hebben om in de kou, of in de regen, op het Malieveld te staan. Dat is ook weer niet het leukste dagje vrij. En we moeten wel gewoon protesteren. Dus nou ja, als die mensen er zijn, zolang ze meedoen, vind ik het prima.